Een boekhouding voeren is wettelijk verplicht. Het onder de arm nemen van een boekhouder is eigenlijk totaal niet verplicht. Als ondernemer kan je perfect alle taken zelf uitvoeren. Aangezien de btw-fiscaliteit in België heel moeilijk is, raad ik toch aan om beroep te doen op de deskundigheid van een accountant. Het nut van de ondernemingsvorm hangt af van verschillende factoren die eigenlijk aan elke situatie specifiek moeten getoetst worden. Het is wel zo dat een vennootschap over een fiscaal gunstiger regime beschikt dan een eenmanszaak, want een eenmanszaak wordt belast in de personenbelasting en daar kunnen de belastingtarieven oplopen tot 50%. Anderzijds, een vennootschap, daar is het maximaal tarief gelijk aan 33,99%. Over belastingen betalen voor de student, de student moet zich niet direct zorgen maken, want iedere belastingplichtige heeft een belastingvrije som. En als de student op het einde van het jaar, op jaarbasis, eigenlijk geen 7000 euro winst maakt, dan gaat hij daar totaal geen belasting op betalen. Je bent btw-plichtig van zodra je goederen verkoopt of diensten levert op zelfstandige basis, wat dus eigenlijk niet wil zeggen dat je onder gezag van een baas werkt. Btw-plichtig zijn betekent niet noodzakelijk dat je btw moet aanrekenen aan je klant. Sommige handelingen zijn vrijgesteld van btw, dan betaalt de klant de btw zelf in België of in een ander land. Wanneer het duidelijk is dat je btw-handelingen stelt in België en je omzet is niet hoger dan 25.000, dan kan je gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling.